Welkom mensen van de Multistream Team bij de volgende episode van mijn Brutii Immigration Campaign. Bij de laatste episode zijn wij gebleven in een Civil War. Civil War is begonnen. Ik heb ook wel redelijk wat armies omgekocht hier in de back. Maar we zijn bij deze battle gebleven. We zijn de ene Hestati van de Julia en twee Hestati en een Equitas van mezelf. Ra, wie gaat er winnen? Eén type, niet de Julia. Regen, dat willen we niet, hè. Oké, dat is veel beter. Oké, even die balk beneden weggedaan. Dat is misschien wat beter. Alright. In battery ram. Dat moet voldoende zijn. Eens zien even wat ze hier allemaal hebben. Ze hebben hier een gewone barracks, denk ik al. Het is een kleine town. Stables hebben ze niet. Ik kan niks aan mijn unit retrainen hier. Our soldiers have reached the gates with a battering ram. Our soldiers have done their work well. The battering ram has broken through the gate. Great gods! Our soldiers have done well this day. The walls are taken. Kunnen ze best pakken. Ready. Eén groep hier, één groep. Daar en mijn Equitas langs achter. Dat gaat het beste zijn, denk ik. Zie je mijn troepen ook uitgerust blijven? Oké, okay, zij kunnen al Pila gooien. En ze gaan uit de town square, dat is perfect. Jullie mogen hen in de rug aanvallen. Dank u wel. Oké, is easy win. Mijn Equitas moet zelfs niet zo. Ik ben eens benieuwd of ik hier een Man of the Hour ga krijgen. Ik weet niet zeker of je een Man of the Hour krijgt bij een battle, bij een siege battle. Ik heb precies alleen maar een Man of the Hour gekregen in een field battle. Wat ik raar vind, want je kunt ook perfect een Man of the Hour krijgen in een siege. Oh, ze zijn boos. Dat is niet goed. We gaan gewoon even kapij doen, want we hebben al niet zoveel populatie. Oké, wat kunnen jullie doen? Niks. Oké, man of the hour, jammer genoeg. Maar dat is fijn. Dat is fijn. Oké, verder konden we nog iets doen. Waar hadden we nog sieges inzien? Daar
Daar kon je niet naartoe gaan, zeker. Oh ja, wel, toch wel. Oké, okay, let's go. Ze hebben twee Falxmen en één Warband. En ik heb volle back Equites. Let's go. Deze episode gaat voornamelijk zijn om al de resterende settlements te veroveren. Ik zie zelfs deze de laatste episode zijn. Misschien. Heel misschien. Met twee groepen archers is perfect. Die kunnen we gebruiken subiet om zo minst mogelijk casualties te maken. Hier wel twee units. Zelfs een... Dit is een city? Het is een city, nice. Ik denk dat dit een large town was. Militia barracks, perfect. En er zijn stables. Alright. Kunnen we gewoon vol een back met onze cavalry gaan. Kunnen ze retrainen. Oké, okay, archers. Nu is die turner. Schiet er maar op. Ze blijven gewoon staan, oké. Okay. Hun keuze. Als jullie dood willen, dan mogen jullie ook gewoon zeggen, hè. Oké, okay, de resterende mogen mijn horses doen. Nog zes. Ze moeten normaal gezien direct moeten gaan lopen. Pak die nou toch gewoon. Oké dan. Dan niet, hè? Oké, we moeten zien dat we ze kunnen uitlokken uit die town square. Ze hebben echt... De barbarians hebben echt een kei kleine town square voor een... Voor een city. Wat doen we hier? Archery range, nice. Oké, okay, wat we gaan doen is... We kunnen het beste zetten. Hierheen. Zien of we hier kunnen staan. En hierheen. En zien wat ze gaan doen. Kunnen ze eraan? Dat is de vraag. Horses zetten wij ook mee hier. En hier. Oké. Okay. En dan de rest zetten we hier. En dan hebben we normaal gezien genoeg om zo te singelen. We zullen nu kijken wat we met deze oudjes kunnen doen. Deze ga ik even daar zetten. De enige bedoeling van die oudjes is om hun troepen uit de town square te lokken. En hopelijk lukt dat ook. Oké, okay, ze moven een beetje, maar niet al te veel. Oké, okay, ze komen en ze gaan terug. Oké, okay, ben eens benieuwd. Wat gaan ze doen? Pauze. Jullie mogen niks meer doen. Stoppen. En alle cavalry mag aanvallen. Zonder al te veel pathfinding issues, please. Voilà, en ze gaan vliegen. Oké, okay, no problemo.
Hoeveel hebben ze nog over? 3. Dat moet lukken. Alright. 3 in dezelfde formatie. Nu moeten we zien dat we een Felixman kunnen pakken. Ik heb mijn archers, moet ik beter zwieten naar hier doen. Die kunnen gewoon niet tussen de cavalry. Zie je er een? Nee, er is er nog iemand. Ja, oké, nu zijn we volledig. Felixman is echt vulnerable tegen archers. Het is een general, dus dat is goed. Wat hebben ze nog over? 3 Foxman, kom. Dan mag iedereen naar binnen komen. Oh, het is veilig, jongens, het is veilig. 7 man hebben ze van mij vermoord. 7, dapper al, jongens. Victory! Exterminate. Je kunt hem retrainen zoals verwacht, maar. Ik wil wel direct verder met mijn leger. Dus ik kan 1 horse achter laten blijven. En dan verder gaan. Oeh, what the hell? Wie zit hier? Oh, hier hebben we ook nog. Ja, dat is perfect. Mag nog wat archers misschien? Archer. Kunnen we misschien... Nee. Nee, we gaan dat niet doen. New merchant acquired. Nice. Oké, dankjewel. Wat hebben we nog? Even kijken. Oké, blijkbaar waren dat de enigste die ik deze turn nog kon veroveren. Wat we nu nog kunnen doen, is we hebben hier dan die retrain dinges shizzle. Wij gaan deze al wegplaatsen. Met de fresh units. Zodoende de rest retrained kan worden. Oké, is perfect. Maar fuck it, we gaan het niet met de German Army doen. Ik wil echt eens zien, zij waren in oorlog toch? Desha en Germans? Ja, zij waren in oorlog. Oké, ja, is goed. Dus we kunnen bekijken wat ze gaan doen. Met Germans heb ik nog geen oorlog. We kunnen er een alliance mee starten als ze willen, maar het is very demanding. You again? Als ik die bribe doe, hoeveel vragen ze? Ze, nee, zelfs niet reasonable. Maar ja, kijk, hier zie. Mijn reputation is 21, dus ja, dan begrijp ik dat wel. Deze gaan we verkopen. We maken daar peasants in de plaats. We hebben daar niet echt units meer nodig. Deze mogen naar hier. Deze mogen naar hier. We hebben hier nog Equites. Die mogen ook naar hier. Pechemu. Verzamel allemaal daar. Felites mogen ook eventueel naar daar. Waar kunnen jullie verder? Oké, zo. Hier hebben we alleen maar peasants. Hier heb ik nog Equites. Stuur ook maar naar daar. Anders zitten ze toch maar niks te doen. Imperator. Oké. Hier is het allemaal in orde. Hier hebben we ook nog
public order issue, maar dat is ook al in orde. Deze mogen naar hier komen. En de Velites mogen ook mee. En dan maken we een extra peasant units. Oké, hebben we hier nog iets? Deze units hebben we hier. Dus deze kunnen perfect ook naar hier komen. Dit zijn allemaal peasants, normaal gezien. Niet volle back peasants. Maar hier zijn ze wel nodig voor de public order. Ja. Een fleet moet ook niet meer maken. Ik vind dat we er genoeg hebben. Hier hebben we nog archers. Dus kunnen we naar, eventueel naar Alexandria. Retrain. We kunnen de Hestati, kunnen we die niet hier retrain? Ja, oké. Okay. Dan sturen we even terug naar Memphis. En dan gaan we de Hestati retrainen. Why not? Oké. Okay. Ik denk dat we alles gehad hebben. Deze general is er nog. Die kunnen we eventueel ook naar daar sturen. En public order is er niet goed. En nu terug wel. Dan hebben we dit ook nog, maar die zijn er gewoon bij. Oké, onze fleet, kunnen we daar nog iets mee doen? Is dat deze die ik vast heb? Nee, is die. Oké, we hebben die pirates, we hebben daar de Julia. De Julia wil ik pakken. Oké, kunnen de pirates pakken. Oké. Okay. Nog. Deze zijn aan het blokkeren. Dat is perfect. En dat is ook goed. Deze kunnen nog bewegen. Maar dat is again weer al een fleet zonder manschappen. En wat hebben we hier? Dat is onze Siciliaanse vloot. Die kunnen ook laten liggen. Oké. Okay. Ik denk dat wij bij deze alles hebben gedaan. En a turn. Is veel merchants, holy crap. Julia, wat komen jullie doen? Mijn veroveren, dat gaat niet hoor. Oh, we worden aangevallen. Interesting. Oké, manschappen zijn. Zij vallen aan met een Principes en een Velites unit. En de rest hebben zij vallen back infantry general. Julianus Scipio, faction leader, oké. Okay. En ze hebben auxiliary cavalry. En triarii, holy crap. We hebben fucking veel cavalry. Dus de skirmish army gaat gewoon kapot maken. Oké, okay, let's go. In de hoop kunnen wij nu al de manschappen van hun settlement kapot maken en hun general ook. Oké. Okay. Today we face those masters of cunning, arrogance and dishonesty. Echt verschrikkelijk. Even nog wat sorting aan doen. Ik denk dat het beste gaat zijn om met mijn Equites full charge op de infanterie hier voor ons gaan doen. En we gaan bekijken wat er met hun resterend leger gaat gebeuren. Hun reinforcements. Want hun reinforcements komen van daar. Dus ik kan even met mijn leger wat backoffen. Ik kan ze hier op de high ground zetten ook. Alhoewel het niet veel high ground is. Nee, ik kan ze dan best hier zetten. Let's go. Units!
Maar, zou geen probleem moeten zijn. Show their true virtue. They are not soldiers, only frightened rabbits running from our men. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Oké, okay, reinforcements zijn helemaal uitgeschakeld. Allee, ik noem deze even de reinforcements, maar... Oké, okay, daar komen de militia cavalry. Eens kijken wat we hiermee kunnen doen. Oké, okay, van deze cavalry moeten we al geen schrik meer hebben. Hopla. We hebben nog als cavalry, we hebben de general. En we hebben een tweede cavalry auxilia, oké. Okay. Oké, een general is alleen, dat is perfect. Your opponent is running from the field. Hardly the act of a true Roman. The enemy leader is dead. No honest Roman will weep, even though he was a countryman. Oké, triarii. Dan moeten we erop passen. De hondjes gaan al lopen, Jesus. Fuck ja, ze worden gepakt door de pila.
Enkel deze laatste unit nog en dan zijn we. Zijn we klaar? Duidelijk een heroic victory. Geen clear victory. Oké, okay. Oh nee, never mind. Het is geen heroic victory. Het is niet dat ze veel meer mannen hadden dan mij. Maar ja, oké, is goed. Ineens heel uw stad kapot. Massacre. En zij vallen ook aan. Oké, wat hebben zij? Ik heb cavalry. Dat heb ik op gehoopt dat ze mij gingen aanvallen, dat is goed. Ik heb cavalry, ze hebben ook long shield cavalry en een general. Ik kan met het simpel trucje toepassen door het hele leger te laten disbanden. Let's go. Oké, wat we gaan doen is onze troepen naar een high ground hoekje doen. Maar alle twee hoeken zijn hier low ground. Maar nu dat deze de beste optie is. Long Shield Cavalry is superieurder dan mijn Equites. Maar ik heb meer cavalry en in dit geval is kwantiteit belangrijker. We moeten zeker ook zien dat al hun infantry uit dat dorp is. Alles. Echt alles. Dan hoef ik enkel hun cavalry te overmeesteren en eventueel nog een foot unit. Hoogstens. Als alles goed gaat. Peasants eventueel. Oké. Okay. We zijn volledig. Dat is dat ze naar mij moeten lopen, want ze lopen ook wel degelijk. Worden ze ook al moe. Dan gaan ze vermoeid worden. Ze hebben ook allemaal shitty infantry, Iberian infantry. Ik kan deze aan met mijn Equites. Ik kan dit aan als ik het slim aanpak. Zeker en vast, maar... Ik denk dat het gemakkelijker is om hem buiten te sluiten van hun eigen town. Waarom blijft deze zo echter? Ik kan die pakken eventueel. Maar eerst wachten tot de infantry allemaal hier is. Ja, oké. Okay. It's time. Oké, een cavalry komt dan naar mij. Ik niet te lang engaged zijn. Misschien moet ik zelfs hun cavalry niet pakken. Maar de kans is wel heel groot dat ik het wel moet. Oké, ga ze aanlopen, dat is goed. Oké, okay, pak een general. Holy crap, hoe is die infantry bij ons hier gekomen? Oké. En naar binnen. Ik zal hun poorten overnemen. En naar binnen gaan. Alle poorten zijn overgenomen. Zo pet je dus een dik leger aan.
zeg het nogmaals, ik kon het leger aan. Als ik echt geduld had. Maar dit is sneller en veel efficiënter. Nog één minuutje. Let's go. Close victory. Fuck off. En twee steden nog op een infamous turn gepakt. Dat is niet mis. Ik had occupyen. Ik wil... Ze hebben... Het is bijna een city. Dan kan ik ze upgraden. Ik ga eens kijken of ik de... Ik heb dit voor de adaption. Fuck off. Ik heb die liever via de Man of the Hour. Ik ga eens kijken of ik deze kan upgraden. Of zou ik direct naar Carthage gaan? Ik zal eerst die doen. Dat is al not done. Oké, als ik mijn army erin doe, is het perfect. Wat ik nu best kan doen, is... Kan ik mercenaries maken? Ik kan mercenaries maken. En van die shitty Libyan mercenaries. Perfect. Ik kan hier echt gewoon mijn cavalry retrainen. Oké, okay, nice. Eentje gaan we disbanden. Dan zouden we normaal gezien al deze kunnen maken. Yes, voilà. Dat gaan we ook doen. Repairs. Deze gaan we hier insteken. Zien of wij nog mercenaries kunnen maken. Numidian mercenaries. Is altijd beter. Oké. Okay. Ja, naar daar. Dan mijn Equites. Full fresh Equites mogen mee. Dan mijn mercenary cavalry. En mijn archers. En dan bekijken hoeveel Principes we kunnen meenemen. Oké, dat is al te veel. Twee is genoeg. Dan gaan we kijken of we naar Carthage kunnen gaan. Hier valt het heel goed mee, precies. Hier zijn geen troepen in. Perfect. Daar is het KPI. Oké, perfect, perfect, perfect. Kunnen we hier nog iets speciaals retrainen? Ik doe maar geen peasants. Maak maar geen statie, want er komen wat generals hier op ons pad. Oké, en dat is ook goed. Deze spies kunnen... Theoretisch gezien in Carthage komen. Dus misschien dat we Carthage in de volgende turn kunnen pakken. Kun je eens bekijken. Oké, wat kunnen we nog overnemen? We worden nog aan het besiegen. Deze hier. Oh, dat is super poepsimpel. Ze hebben maar één archer unit, dus normaal gezien zouden ze... Normaal gezien zouden ze hun unit niet op de muren moeten zetten. En als dat zo is, is dat geen ramp. Oké, de tweede city van de Skippy Eye is kijken. Wat kunnen wij het best doen? Het is ook al een large city, dus perfect. Denk best misschien naar hier? Eens kijken. En meer afstand nemen. Zien, waar zijn hun archers? Daar zijn de archers. Oké, ze staan al niet op de muur. Dat is perfect. Defenses.
gods! Our soldiers are. Zullen ze even naar hier sturen. The walls are taken. Of toch helemaal rond. Wow, van de eerste keer juist, dat is keigoed. Ik snap ergens niet, waarom doen ze hier een inkeping? Waarom, je doet eigenlijk meer materiaal door deze muur hierbij te plaatsen, terwijl je eigenlijk gewoon deze twee muren hier moest zetten. Ja, je hebt twee torens extra, maar hier konden dan weer als extra huizen zetten. Dus ja, denk ik daar te veel over na misschien. Maar dat is iets dat ik toch, mij toch wel afvraag. We kunnen bijna binnen eerst deze toren overnemen. Ja, oké, perfect. Nee, is gewoon de town square bestormen. We kunnen niet veel doen met strategie. Gewoon zien dat de general zo snel mogelijk dood is. En zien dat mijn general nog overleeft. Misschien dat ik gewoon om de zekerheid even. Hebben we recovery stables? Zo ja, waar staat dat in een large city? Oh, ze staan gewoon daar. Dat is een ultieme kans. Maak ze maar kapot. Hoe meer ik kan afslachten, hoe meer kills dat ik heb. Ah, mijn hestatie is net klaar. Alles is al veroverd. General, kom naar midden. Twee doden hebben ze. Twee doden hebben ze bij mij veroorzaakt. Twee maar. Maar weer al twee helden. En dan moet ik zien wat ik met een dikke leger hier ga doen. Exterminate. Dan heb ik weer al geld. Ik heb een keer een diplomaat. Oh, oké. Okay. Nice, een merchant. Altijd welkom. Ik kan het gemakkelijk maken hier. Julia, deze is hier niet. Deze ook niet. Ik heb geen diplomaat. Wel daar, dat is mijn dichtstbijzijnde diplomaat. Dus ik kan niet zomaar uw legers omkopen. Dan wordt het vechten. Wat ook niet erg is. Maar ze zijn redelijk divided hun legers. Maar ze zitten hier ook zonder general, wat goed is. En dit is hun laatste settlement. Dus als ik nu hetzelfde kan doen met Trace. Hier hebben ze ook maar drie man. Dan worden deze legers gewoon eigenlijk. Hoe zit het? Dan worden die gewoon neutral. Maar ik weet niet zeker of deze van de Skippy is. Ik denk het niet. Civil War is nog niet zo lang bezig. Jawel, die hebben dat veroverd. Dat is jammer. Oké, never mind dan. Het is nog steeds mogelijk. Als ik hier nu met mijn leger Carthage binnenval, de volgende turn al, dan kan ik met mijn schepen hier al naar daar gaan. Hoeveel mannen zit er hier eigenlijk? Drie ook maar. Ja, boeien. We gaan eerst deze regelen. Die en general gaan echt pijn in de ass zijn. Ah, fuck it, let's go. The proud Romans, de Julii. Oké, wat we eerst gaan doen is alle depleted units even apart zetten. En hier zitten. Er heeft zelfs één de rem. En wij gaan kunt de rem besturen, no problem. Jullie. Staan hier, want ik kan geen kloten met jullie doen. Verder ga ik even wat sorteren. Ga ik even offscreen doen. Oké, wat ik heb gedaan is alles gesorteerd. En de Townwatch die blijft hier gewoon om de rem te besturen. En ze hebben hier gewoon geen niks. Ik heb de depleted units even apart gezet, want er kunnen
toch niet veel mee doen. Maar deze zou een haalbare kaart moeten zijn. Ik heb 2 units cavalry, dus dat komt heel goed uit. Die gaan me door dik en dun moeten bijstaan. In mijn docks kan ik naar hun cavalry sturen. Dat schiet hoor, maar naar mijn townwatch. Ah, fuck it. Het spel heeft nu zelf van nee, gaan diezelfde ram niet terugpakken. Je hebt er andere. Die willen ook gebruikt worden. Townwatch. Dat is nou echt een unit dat ik nooit maak. Nooit. Zelfs niet als garrison. Ik prefereer veel liever peasants, want die zijn bij meer. Punt 1, die geven dan meer... Wat? Wat kom jij hier doen? Heb ik u naar hier gestuurd? De peasants die geven meer garrison, wat zorgt voor betere public order. En ja, omdat zij ook met meer zijn, kunnen zij ook handiger zijn voor het verplaatsen van populatie. Oké, Tawatch, jullie mogen ook gewoon mee naar daar. Bij de depleted units. Ik heb jullie echt niet meer nodig. Alle moet ik niet in de battle steken, want anders gaat dat slecht voor mij zijn. Velites, die kan ik sturen op de Hestatie. Zij hebben normaal gezien een hogere range dan de Hestatie. Klein beetje dichterbij. Kunnen jullie leren aan? Ja, oké, perfect. Oké, perfect. Steady! Moet hem maar zoveel mogelijk kapot, dat is keigoed. En laat ze maar lopen. Oké, ze laten ons gewoon binnen, perfect. Ik ga die hondjes gebruiken voor hun general. En voor hun horses. War dogs. Jullie mogen naar hier. Jullie mogen naar hier. Oh. Waar wordt ik aangevallen? Motherfuckers. Doe het dan maar hier, hè. Dat heb ik niet gezien. Whoopsie. Die general komt ook. Yes, oké. Okay. General komt ook. Jammer voor mijn dogs. Want er zijn er nog over, dat is goed. Oké, die general moet dood. Oké, vector om mijn mannen te laten uitrusten. Dan laat ik hier nog fresh.
En afmaken die handel. 83, maar het is een omgekochte army. Het was niet door mij gemaakt. Dus, dan zijn ze wel zwakker, hè. Ik kan het een city laten maken, dat is perfect. En dat ga ik ook direct doen. Wat kan ik retrainen? Alright. Jullie mogen retrained worden, de kleine mannen, de kleinere mannetjes ook. Jullie gaan gewoon samenvolgen. Fuck off, ik kan al niet... Ik kan jullie niet retrainen, dat is niet nodig. Get dogs ook. Duckies. Velites. Equites. En de rest heb ik alles. Ah, fuck, ik zal ze toch maar retrainen. en dan kun ik nog een extra unit maken. Wat ga ik maken? Equites, ik heb ze echt al nodig hier. Eens kijken wat hier te doen is. Dat is een large town en dat is een large city. Oké. Okay. Keuze is nou gemaakt dan. Alleen nog een houten muur. Alright, next. Dat is echt stom. Ik had hier de vorige kunnen inpakken. De vorige turn. Door mijn ballistas. Ah ja, let's go. Yo. We zullen nog eens eerst sorteren. Oké, bij deze in orde. Ballistas mogen hier staan. Jullie mogen hier staan. Townwatch heb ik geen kloten. Niks. En voor de rest zien we al verder. Dat zijn onze reinforcements. Maar we zullen eerst de gate open doen. Oké, next. Ah, ze hebben rams, oké, dat is goed. Ik ga ze niet nodig hebben, maar dat is goed. Roman military engineering triumphs once more. The walls are down. Order your men on to victory. Alright, terug op de Hestati. The enemy walls are down. Make sure their soldiers are buried beneath the ruins. Die Velites blijven gewoon staan. Ik kan het niet zeggen, what the hell. Geef maar alles op van jullie ammunition. En dan mogen jullie vluchten. Is alles op? Ik hoor niks meer. Oké, ga maar weg. Jullie heb ik ook niet nodig, ga ook maar weg. Eens zien wat voor units ik hier ga krijgen. Hopelijk cavalry. Komt er iemand van jullie? Ah, oké, okay, dacht al. Doggies. Haha.
Ja, die ram mag blijven staan. Misschien, we hebben hier stables, perfect. Doen we nu gewoon al in gaan met onze equities? Is hier nog zelf komen? Wie hebben we hier? Equities. Direct op in general? Why not? We zullen zien, hè? Iedereen op de general, fucking hell. Er waren veel equities dood. Oké, ga daar maar uitrusten. Alle chance dat ik ze kan retrainen. Oké, nu de veel equities hier. Even uitrusten. Fucking verder, dit blijft komen. Alright. Waarom valt niemand aan? Holy crap. Wat is dat toch met die paafan hier soms? Dat is een nieuwe troep. What the hell? Equities moeten allemaal geretrained worden. Dat is niet normaal. Jesus. Dat zijn de Britons. Maar deze kant heb ik al van de Julii. De Julii heeft hier nog. En that's it. Deze is niet van de Julii, denk ik. Nee, ze hebben dit hier nog allemaal. Maar geen probleem. Ik heb hier nog een leger klaarstaan. Voor de Julii te pakken. Hier heb ik trouwens ook nog een leger. Ik kan hier gaan. Alhoewel, ik daar niet ga geraken, denk ik. Hoeveel regions heb ik nu? Oké. Okay. Kunnen direct naar Rome gaan, maar dat wil ik niet. Ik heb gezegd dat ik eerst de Roman families wil kapot maken. Jullie gaan naar hier.
kan hen besiegen hier. Zij geraken hier. Zij geraken hier ook. Zij geraken hier ook. Zij geraken er niet. En zij ook niet. Dus de twee grootste leers geraken niet. De rest wel. En dit is een decent leger. Er is, ja, hun faction leader is er. Maar dat is echt te doen. Ah, fucking hell. Daar heb ik niet op gerekend. Oké, een liefde siege. Daar heb ik niet op gerekend. Dat is echt jammer. Wat kan ik hier doen? Oh, wacht. Zij kunnen wel. Oh, my. Wow. Eigenlijk bij een ongeluk. Nice. Kunnen jullie naar hier gaan? En hier besiegen? Nee, dat gaat niet. Maar we kunnen wel langs hier. Oké, perfect. En dan heb ik hier nog mijn units voor mijn infanterie. Om hen binnen te dringen. Zij kunnen waarschijnlijk gewoon niet zover omdat ze siege equipment bij hebben. Oké, nice. Echt nice. Wie hebben we hier? Jullie kunnen verder naar hier. Wat jullie kunnen doen is ook verder gaan. Ik wil niet naar Rome. No. Jullie kunnen naar hier. Ze gaan lopen, perfect. Jullie kunnen verder naar daar. Skipia-leger moet echt verslagen worden binnenkort. Oké, kijk nog iets doen. Ik kan echt nog veel doen. Maar het wordt voornamelijk verplaatsen eigenlijk. Dus, deze weer naar hier. Deze weer naar hier. Deze verder naar hier. Deze verder naar hier. Dan hebben we deze units. Die gaan we samenvoegen met deze. Wie hebben we nog over? Captain. Er is ook een captain hier. Voilà. Jullie kunnen ook verder naar daar. En jullie ook. Wie hebben we dan nog over? Pap. Zit hij nog daarin? Waarom? Ben ik die vergeten? Oh, shit. Oké, boeien. Maakt niet zoveel uit. Jullie zitten... Jullie mogen naar hier. Voilà, de generals zijn ook al bekend voorzien voor daar. Wat hebben we hier? De Germans zijn weg. Oké, die kunnen we dan besiegen. Ziezo. Deze kunnen we naar hier. Dan hebben we nog twee captains. Nee, deze is geen captain. Die staat hier. En die mag naar... Hier. Oké, ik ga even real quick de building management regelen. Oké, building management gedaan. Ik heb ook ineens mijn overige scouts gestuurd. Deze is er nog. Die moet ik nog bewegen. Jullie mogen... Nee, jij kunt niet naar Rome. Waarom zijn de kansen zo laag? Holy crap. Oké. Voor de rest had ik mijn fleet nog. Die kunnen eventueel samengevoegd worden. Deze naar hier. Why not? Deze ook naar daar. Oh ja, dat hebben ze niet graag. Dat ze dan... Ja, voilà. En dan hebben we... Nog een fleet. Daar het oversteekfleet. En die... Met de pirates aanvallen. Voilà, weg. Fuck off. Oké.
Dan hebben we deze units nog. Wat gaan we hiermee doen? Wij kunnen die meesturen naar Italy. En dat gaan we ook doen. Of we kunnen verder gaan naar de Britons. Het ding is, ik wil niet echt oorlog met de Britons. Ik wil mijn campaign ook kunnen eindigen zonder met iedereen enemies te zijn. Ja, met de Britons ga ik nog geen oorlog starten. Wat ik wel ga doen, is deze leger inderdaad naar Italië reinforcen. En dit leger hetzelfde. Maar dat is voor de volgende turn. Ik had ook nog één diplomaat over. Hier, ik kan eens met Spain proberen te praten. Trade rights. Map information. Eventueel een alliance, maar dat is very demanding. A most generous proposal. Oké. Dat is het enige wat ik wil. En verder kunnen we nog wel zien. Hij is ook echt faction hier, dat wist ik helemaal niet. Even zien op mijn family tree. Is mijn huidige faction leader. Oké. Oké, dat is goed. Dan denk ik dat wij niet meer verder kunnen geraken. Alhoewel, deze moet nog wel. Hopla. Maar nog maar units, jong. Maak nog wat units. Triari, jij. Die hebben ook maar één turn nodig om te komen. Die hebben echt fucking veel generals. Oké, ik ben eens benieuwd of er aangevallen wordt. Tijdens de intern fase. Let's go. En al de merchants. Allemaal skip. Jullie gaan mij besiegen, oké. Jullie gaan me ook besiegen, oké. Dat is te doen. Dat gaan we niet doen. Tangros, eerst en vooral. Tarsus. Hier kunnen we bouwen. Perfect. We hebben niemand. We hebben niemand hier. Wat hebben ze hier eigenlijk? Crap. Alleen maar crap. Maar ik heb ook crap. Misschien kan ik het holden. Tot als... Ik kan hier mijn reinforcements ook sturen nadat ik klaar ben hier. Naar hier. Ze gaan niet meestal direct aanvallen. Maar we zullen eerst zien of ik mijn spies in Carthage kan krijgen. 100%. Hoeveel spies zaten er? Oh. Ik dacht even dat hij het vol met spies had. 51%. Oké, 60% kans. Ik ben eens benieuwd, kan ik hier binnen? Ik kan hier binnen. En het enige wat ze hebben is Poe in de infantry. Dus dat is best case dat we nu hebben. Maar met deze pre-battle deployment ga ik de episode eindigen. Ik zie jullie in de volgende episode. Peace out.